Welkom in de taxi van meneer De Leeuw. Deze week rijden we door Noord-Holland langs allerlei duurzaamheidsprojecten. En telkens stappen de mensen achter die projecten in de taxi. En hopelijk vertellen ze iets over wat hun beweegt. Als je in de taxi wil meerijden, stuur dan een e-mail naar meneerdeleeuw@urgenda.nl. Heb je gehoord van het feit dat de Utrechtstraat de klimaatstraat wordt, de eerste klimaatstraat van Europa wordt? Nee. Wat we nu gaan doen is met 7 grote ondernemingen gaan we kijken of we dit de eerste klimaatneutrale straat van Europa kunnen maken. Dus dat we niet alleen het afval duurzaam inzamelen, maar dat we ook gaan kijken naar watervoorziening, elektriciteit, licht. U rijdt in een hele bijzondere auto, begrijp ik. Ja, dat klopt. Nou, het is een stroomauto. Ja. En nou, is lekker stil, lekker schoon. Je weet wat duurzaamheid natuurlijk ook volgens mij is dat het moet ook wel rendabel zijn. Hè? Iedereen heeft dat over verantwoord ondernemen. En dan wordt er eigenlijk over van alles nagedacht, behalve of het bedrijf over 2 jaar nog bestaat. Hoi. Er komen steeds meer elektrische auto's op de markt. Ook stadsautootjes nu, maar ook steeds meer auto's die gewoon 350 kilometer kunnen rijden. Niet per uur, maar gewoon in totaal. Dus ik denk wel dat het steeds meer gaat veranderen, ja. Je zei iets van een hydrofietssysteem. Wat is dat eigenlijk? Heliofietssysteem. Heliofietssysteem. Deze bakken, daar komt dus al het water in terecht. En er zitten beestjes in, bacteriën, die eten het water helemaal schoon. Ja. Dan gaat het weer hier naar binnen toe en met een osmotisch proces wordt het weer verder helemaal schoongemaakt en uiteindelijk drinken we het zelf weer op. Dus in principe drink je je eigen plas weer op als je het heel plastisch zegt. Dus dat ik heb niet dus veel dat, kopje koffie was een heel bijzonder kopje. Aha. Maar dat gebeurt ook gewoon op grote schaal. Er wordt ook alles opgevangen, al het regenwater en al het toiletwater en dat wordt ook gezuiverd en dat drink je ook weer op uit je eigen kraan. Wat ik zelf het meest urgent vind op dit moment, is dat mensen gewoon het gaan doen. Zet hem op, jongens. Zet hem op. Urgenda, urgenda. Dankjewel, hè. Het zijn kinderslotje, hè. We staan hier bij het eventcentrum in Aalsmeer en de spanning is om te snijden. Allemaal mensen die hier in de wacht staan, duizenden, omdat Al Gore hier straks een toespraak gaat houden over klimaat en over Nederland. Er is een hele kleine kans dat ik hem zo direct mag verwelkomen in de taxi en hem mijn vraag mag stellen. Kijk eens, daar hebben we meneer Gore. Hij is te laat, maar hij is nog steeds heel rustig. Hallo, how are you? En hij wordt verwelkomd en we worden een beetje weggedrukt. How do you do? En hij... It's an honor to welcome you from Aalsmeer. Verwelkomd door de burgemeester van Aalsmeer. En iedereen is zo beleefd om geen vraag te stellen. Dus ik ook niet. I want to talk about the solutions to the climate crisis. A crisis not only represents danger, but also opportunity to make changes that are needed and may not be possible in other periods of time. We zitten hier toch nog een beetje in de ruimte. We hebben het Amsterdamse bos vlakbij. Hier de watersport op de Westeinder. Er is hier nog genoeg te beleven. Hoe zou u deze plek aan uw kinderen of wie dan ook willen doorgeven? Wat het nu nog van is, dus dat het blijft. Waar vind je het? Waar vind je het hier zo'n omgeving nog en dit en dat? En het zal, straks zal dat even minder worden als ze daar het hele zootje vol gaan bouwen. Ik heb zo mijn bedenkingen erover, maar ze zullen het wel goed nagedacht hebben erover, denk ik, hoop ik. Er moeten een heleboel bedrijven en bedrijfsgebieden gerealiseerd worden. Terwijl er al zo'n druk is op, laten we zeggen, op het milieu in deze regio en vooral rond Schiphol. Het is niet stedelijk, we gaan hier niet de hoogte in, we willen het absoluut dorps houden. Die polder heeft een enorme mondiale onderneming, Schiphol. Toen was het op het Woestermeer was dat een plek waar de schepen konden schuilen. Het hol van de schepen, Schiphol. En nu, ik denk dat Schiphol als Schiphol zich zou kunnen gaan verbinden met de ontwikkeling in de regio. En andersom, volgens mij zou je dan dus een enorme flow kunnen krijgen.
voor de bloemenexport en import heb je Schiphol nodig. En nou ja, dat zit in dit geval vlakbij, dus dat is heel gunstig. Ja. Er zijn wel plannen om het eventueel ondergronds te gaan doen. Dat zou een hele hoop transport schelen. Aan de ene kant, hè, in Urgenda-taal, je verbinden met de wortels van het gebied, de kracht van het gebied. En tegelijkertijd dan de eigentijdse duurzame uitdaging. Altijd gespaard en gedroomd voor een 6-cilinder turbodiesel. Ja. Mijn vrienden vragen zich ook af waarom ik een Audi A6 heb met de kleinst mogelijke motor. Als ik zeg dat ik biologische kip koop die 3 keer duurder is, dan word je nog steeds voor gek versleten. Ja. Ik ben daarmee bezig, waarvan mijn gevoel zegt, dit is de juiste richting, deze kant moeten we op. Ja. Dat ook bij je leeftijdsgenoten zo, dat ze dat in werk en studie willen vertalen? Of merk je toch ook wel een stukje maatschappij? Ja, kritische acties. We nemen het allemaal niet meer zo makkelijk aan. Ja. En ik denk dat met name binnen wat ons te wachten staat op het gebied van duurzaamheid, dat dat een hele goede zaak is. Ja. Want voortborduren op het bestaande en datgene wat was, dat kan simpelweg niet meer. Ik vind het urgent dat we op Texel moeten beginnen om in 2020 energie-neutraal te zijn. Wij kunnen daar op Texel echt een bijdrage aan leveren met producten die we ook gewoon hier daadwerkelijk hebben. Het duurzame aspect is een nobel en prettig aspect. Het is leuk om het te doen. Er gaan nu enorm veel gelden aan energie gaan weg en die kunnen we hier op Texel houden. Dus het is goed voor de economie. En die combinatie van elementen zijn voor mij een dusdanige motivatie om er daar echt voor in te zitten. Ja. Als we praten over de aardwarmte gebruiken, er ligt een enorme potentie in, alleen dat zal wat langer duren. Moet je dan zeggen, we gaan daarop wachten of beginnen we al? Wat mij betreft beginnen we al. Hè? Ja. We kunnen het wel uitstellen, maar we moeten gewoon beginnen. Ja. Nou, dat is het. We hebben net iets prachtigs gezien. Ik noem het maar even de Formule 1 net met vleugel. Waarom zijn al deze mensen gekomen? Waarom hangen ze aan je lippen met dit verhaal? Nou, omdat het een puur verhaal is. En een verhaal wat klopt. 2 jaar terug zijn wij begonnen met het ontwikkelen van deze nieuwe vorm van visserij. En dat hebben we gedaan om de bedrijven weer goed rendabel te maken. De brandstofbesparing is ongeveer 23%. Hoe zit het met de toekomst van deze mooie innovatie? Nou, die kan eigenlijk niet stuk, want de besparing is dusdanig dat mensen vanzelf wel zullen bestellen. Als we nou hier over 5 jaar terugkomen, hoeven jullie niet meer te vissen? Nee, dan tref je hier alleen een lege ligplaats van ons luxejacht. Onze tocht komt ten einde in Noord-Holland. Er is nog 1 laatste plek waar ik jullie naartoe wil nemen. Vanochtend komen een aantal mensen bijeen om te verbeelden hoe duurzaam Noord-Holland eruit kan zien. Welkom in 2050. Alle Noord-Hollanders zijn in 2050 duurzaam gelukkig. En als je de stad in de provincie Noord-Holland binnenrijdt, of een wijk of een buurt, dan zie je een energiethermometer. Wat verbruiken we eigenlijk op dit moment? Energie wordt business in 2015. We zijn wat zorg betreft van een bruto nationaal product over naar een bruto nationaal welzijn. Waarbij iedere Nederlander regelmatige APK krijgt hoe het met zijn gezondheid is. Alle daken zijn groen. Daar wordt energie opgewekt en er is een heel uitwisselingsnet. Als je niet genoeg hebt gespaard, kan je energie gebruiken die anderen hebben opgewekt. We hebben veel projecten bezocht, veel mensen gesproken. Op 999 komen al deze mensen bij elkaar op een groot duurzaamheidsfestival. En ik hoop jullie daar ook te zien. Bedankt voor het meerijden in deze taxi. Dank voor de mooie rit.